Wat heeft minister van Defensie de Krem allemaal uitgespookt in New York? Had hij daar belangrijke staatszaken of niet? Was hij ladder zat en heeft hij een baarmeid laten ontslaan die daarover schreef op haar blog? De Krem moest zich in ieder geval vanmiddag in het parlement verantwoorden. Het was veteraan André Flau die het vuur opende vanmiddag. Wat ging de Krem daar eigenlijk doen in New York? En liet hij een barmeisje ontslaan omdat ze uit de biecht klapte over zijn cafébezoek? Ik zal antwoord geven op alle vragen en bemerkingen. Maar de Krem heeft veel geleerd sinds hij op defensie zit. Hoe leg ik een rookgordijn bijvoorbeeld? Tijdens de verplaatsing vonden veel contacten plaats en ik zal er u een aantal opnoemen. De National Defense University te Washington. De Veiligheidsraad bij de Verenigde Naties te New York. De Davis Mountain Bases in Tucson, Arizona. Het Korea Memorial in Washington. Het Fleet Readiness Center Southwest. Bon, we besparen u de volledige lijst, maar dat voorrecht hadden de parlementsleden niet. Eveneens kunnen de inspanningen... Ja, maar... Eveneens werden de inspanningen... U vroeg het programma. Ik heb de indruk dat het programma te zwaar was. Het programma is volledig. Nee, maar goed. Nu nog de café-scène. Ik heb gewacht op... De café-scène, inderdaad. Dank u, voorzitter. Daar zaten we op te wachten. Wat betreft het programma op maandag 17 november in het bijzonder. Na een technische stop in Gander, in Canada, kwam de delegatie rond 16:30 aan te New York. Na de afhandeling van de nodige formaliteiten hadden de delegatie een ontmoeting met consul-generaal Herman Portocarrero en ook een ontmoeting met de militaire vertegenwoordigers van België in New York, waarbij de ontmoetingen met de UNO werden voorbereid. Alle andere opmerkingen overschrijden het niveau van de achterklap en de toogpraat niet. Strategische woordkeuze van de minister, maar heeft hij die kletsende dienster nu laten ontslaan? Nog ik. Nog het lid van mijn delegatie dat de eigenaar heeft gebeld, gevraagd hebben of zelfs maar een insinuatie hebben gemaakt over een ontslag van de auteur van de blog die van Nederlandse nationaliteit is. Ik herhaal het, die van Nederlandse nationaliteit is. Begrijp, het gaat hier om een aanval van een buitenlandse mogendheid. Nog iets wat de Krem van zijn militairen leerde. De aanval is de beste verdediging. Voor al wat nuttig is, zal ik u meedelen dat ik aan de juridische dienst van het departement Defensie heb gevraagd om te zien op welke mate ik maatregelen kan nemen om mij en mijn integriteit te gaan beschermen. Ontmijnen, dat is de specialiteit van ons leger, maar of hun minister daar zo sterk in is, valt nog te bezien. Het was André Flau die bewees dat hij het meest geleerd heeft bij het leger. Que l'on prenne un verre, il n'y a pas de problème, nous faisons tous cela. Certains plus que d'autres, avec un certain entraînement. Et je trouve que finalement, avec l'entraînement que vous avez, parce que dans les casernes en général on boit bien, eh bien vous devriez peut-être résister un peu mieux.